Gaan jullie de boekjes verkopen? Ja. Wat kosten ze? 20,50. Een niet-Wieringer die een boek schrijft over Wieringen. Kan dat? Ja, het boek gaat niet alleen over Wieringen. Het zwaartepunt is wel Wieringen. Mijn vader die is Wieringer. Die is hier geboren. Vlakbij bij deze kerk, op het hoogste punt van Wieringen, is hij geboren. En mijn vader heeft oorlogen meegemaakt. En die beschrijf ik. Ik beschrijf alsof ik erbij was, maar ik was er natuurlijk niet bij. Maar er zijn ook andere familieleden die een rol spelen, met tante en zelfs familieleden die niet van Wieringen komen. Maar het zwaartepunt van het boek ligt wel, vind ik, op Wieringen en zelfs hier bij Westerland, waar mijn opa en oma ook gewoond hebben. Hier is de grafsteen. Dus vandaar dat ik dat dit een soort Wieringsboek geworden is. Ja, hier de presentatie van het nieuwe boek hier in de kerk, in de Nicolaaskerk op Westerland. Het is behoorlijk druk. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb inderdaad personages beschreven in mijn boek. En daar moest ik toestemming vragen. En die vonden het ook leuk om hier bij de boekpresentatie te komen. Dus vandaar dat er toch best wel veel mensen gekomen zijn. En ook dienstmaten van mij, van mijn Koude Oorlog ervaringen als tankchauffeur. Nou, er is ook een dienstmaat die ook tankchauffeur was. Zo op die manier zijn er toch een hoop mensen van heinde en ver hier naartoe gekomen. Ja, eerste boek, spannend. Jazeker, ja, het is echt wel bijzonder om mee te maken. Ja, verhaal schrijven is één ding, maar om het uit te geven en een uitgever vinden en alles wat erna komt, dat is inderdaad een heel spannend proces. Tot en met de boekpresentatie. Voordat de presentatie van het eerste boek plaatsvond, vertelde Piet Kooi hoe hij de verschillende oorlogen heeft beschreven door met veel mensen te praten die het hebben meegemaakt en erover willen vertellen. En dat heeft ze ook een beetje in mijn verhaal verwerkt, dat mijn opa op een gegeven moment vraagt van joh, jij hebt verstand van Duitsers, maar even van de oorlogen, van moeten ze nu gaan melden voor die Bastia bijvoorbeeld? En dat ze zegt van nee, je kan de Duitsers eigenlijk niet vertrouwen, dat weet ik wel. Dat heeft hij dus geleerd in België. Ik wil besluiten met het aanbieden van het eerste boek. En dat doe ik aan Marie Alida Smit. Hier zegt het eerste boek. Dus, geweldig, nee. Alsjeblieft.